Deze beschouwing is heel serieus. Hier valt niet om te lachen. Als je nu al gaat giggelen, ja maar serieus, dat is altijd dat je pas na een tijdje moet lachen en bij gewone humor moet je gelijk lachen. Ja, dan moet je nu gaan luisteren naar Dirk Stanhope. Al dat gratis materiaal, wat van die gozer gepubliceerd is. uitermate humoristisch. Dit niet. Duck die heeft verteld tegen een publiek dat hij een vrouw had bezwangerd. en dat hij erop stond dat hij haar zou begeleiden naar de abortuskliniek enkel en alleen om zich ervan te overtuigen hoe het nou precies gaat om een baby te vermoorden. Ja ja, ik laat maar even een pauze vallen. Dit is een mop die waarschijnlijk bij de katholieken niet goed valt hè. Of juist wel? Ja, ik vertrouw die katholieken niet. Ik vertrouw iedere globalist niet. Ik vertrouw iedere wereldorde-meewerker per definitie niet. Het is thuis en het werkt van Satan. Jojo, het is vrij simpel, snap je? En waar ik het over ga hebben is dat mensen spreken over dat verdriet en woede twee verschillende dingen zijn. Ja, nog een keer. Dus verdriet is een ding. Ik gebruik nu het woord ding. Ik definieer nu ding. Wat is ding? Nou, dat is een voorbeeld. Verdriet is een ding. Goed ding, ding, dong. Laat ja, even de boing, boing, boing. Dat is dus een ding. Verdriet is een ding. Dus, je kan ook zeggen, een tafel is een ding. De vraag is, uh, uh, ja, uh, ho hoe doen we de tafel? Je kan ook een stukje textiel meenemen, en dan is dat de tafel. Trouwens, in het, in het Duits is het woord tafel bij ons gelijk bord. Dus in het Duits heeft iedereen zijn eigen tafel. Zoiets is het toch? Dus een tafel is een ding. En dit, als je kijkt naar een... Ik heb hier in huis meerdere tafels en dat zijn half mislukte... Uh, en ze staan nog, tafels. Als de winter echt heel koud wordt, dan mogen ze allemaal in het vuur. Ja. Maak ik volgende zomer, maak ik weer betere. Een tafel is een ding. Het is heel serieus. Ja. Een plek om te eten, dat is een ding. Aan tafel. Verdriet is een ding. Meer niet. Logisch beschouwd. Punt. En dan heb je woede. En woede is ook een ding. Net als bij een tafel. Het ding tafel heeft hele vele verschijningsvormen. Je gaat met z'n allen ergens picknicken. en er, er ligt een grote steen. En, uh, nou, dan is dat de tafel. En daar zetten we alles op. En dan eten we het op. op het eten ligt op de tafel, niet eronder. Ach, maar grapjes. Het gaat om dingen. Allemaal dingen, allemaal dingen om je heen. Veel te veel dingen. En hoeveel soorten dingen zijn er eigenlijk? Dan heb je ook soorten en soorten van dingen. Nou, je hebt verdriet en je hebt woede. En dat zijn twee dingen, en dat is maar één ding, en dat scheelt een hoop als je dat opruimt in je hoofd. Ja. Dus de bedoeling is dat jouw lichaam, wanneer je de, de scheidsrechter, ja, en hoe slim is je lichaam? Op dat moment heb jij niks meer te vertellen, snap je En dan staat vast wat je opgeleverd hebt. En je was het of je was het niet. En meren ze niet. Ja, dat is het leven. Dat kan je vervelend vinden of niet. Maar ja. ja ik dus niet. Ik beklaag mijn lot. Dat is wat ik doe. En dan... dan ga ik tegen besopen lui lopen zeuren. Dus ik, en ik heb een keer aan de kroeg gezegd... ...als ze noemde mij... ...vroeger toen ik drie was... ...toen noemde ze mij de kleine professor. Waarop ze een gast tegen me zei... Van, ...wat erg voor jou... Zou hij een klap voor de bek moeten geven? Hij had medelijden met mij. Hij zei: Jij bent opgevoed als Mietje. Tja, ja, zei ik kom op. Wil je wat drinken? Zo kan het ook. Je. je lot beklagen. En dan krijg je maar voor je bek. En je leert er ook van. Als je als je als je zegt, als, 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 als je eerlijk opbiecht wat er gebeurd is, je lot beklagen. En mensen die alcohol drinken, die die zijn vol van vertrouwen, per definitie. Ze willen hun vertrouwen uiten. Daarom doen ze dat. Daarom doen ze zo raar. En die katholieken, die willen dan dat we dan, dan ja, wel mogen doen. Alleen, het moet wel zo zijn. Hun zeggen wanneer het mag beginnen. En dan is het even. Maar dan is het ook afgelopen. Ja, dat willen die katholieken. Carnivalen. <laughs> en wij zijn niet zo. Nee. Wij leven elke dag, hè? Ja! Oedie doedie, poepie poepie. Ja, elke dag weer scheetjes laten en dan kijken of je botten het toch doen. Tja, de meer is er niet aan de hand. Al die, uh, die, die chemische medicijnen uh, weten allemaal precies hoe alle botjes eten. En mijn vraag aan jou is: uh, kan jij al je botjes voelen? Hey. Kan je dansen? Ben je zo'n kapotgelopen voetballer? Ja, ik heb zoveel gevoetbald. Oh, ik heb een meniscus. Ja, nee, ik kan niet meer dansen. Ja, dat kan niet. Stomme eikel. Ja, laten we eerlijk zijn. Kijk, verdriet en woede is hetzelfde ding. En dan kan jij zeggen... Ja, maar Perrie, zoiets kan toch niet? De, de twee verschillende begrippen, dat hetzelfde ding is. De, 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 jij zegt dus eigenlijk dat de tafel en stoel dat het hetzelfde is. De, ja, uh, kijk, twee verschillende dingen zijn verschillend... omdat ze verschillende dingen zijn. En begrip en woede, dat is maar één ding... ...in de stam van de logica. En de logica die heet... ...je wordt geboren... ...en je mag blij zijn dat het geen stront is. Dat je vriet. is te goed begrip. Die protestanten hebben een beetje... ...de, de les proberen te lopen lezen... ...terwijl ze stiekem op de zondag... ...ja... Het, <coughs> Er wordt al genoeg gezeikt over die, die witte nationalisten. En ik wil het nog niet erger maken. En daarom hou ik maar mijn mond over de zondagsverering van die lui. Wat ik uh, vind slaan als een tang op een werken. Dat doe je niet. Je gaat niet met een tang op een werken slaan. Dat beste mal in hoofd. Het liefst praat ik iets. Dan kijk me beter uit, Snap je? verdriet en woede zijn één en hetzelfde ding, en dat fenomeen is heel wel bekend. In de tijd van Babylon was er de verering van de morgenster. En er was de verering van de avondster. En dat bleek dan te gaan om hetzelfde ding. Die lui van Babylon zelf, die wisten dat. Maar dat hebben ze dan het eerst geheim gehouden. Maar die lui van Babylon, die, die benen niet gek. Die houden van studie. Hmm. Niks mis mee. Idioten blijven er toch. Dus, uh, dat maak je niet zo druk, man. Kijk, begrip en woede. Ja, sorry, ja, verdriet en woede. Het begrip wat er aan ten onderslag ligt, dat is hetzelfde. Het is ontevredenheid. Het is dysforie. En dat hoort niet. Ik laat een pauze vallen. Het is zondig. En dat weten wij, omdat wij huilen als we alleen maar denken aan dat. Wat onze Heer heeft volbracht. Het is niet voor niets dat die katholieken daar geld uit geslagen hebben. Want Christus is het brood der mensheid. Daarom is Hij geboren in bet Huis, brood. Jo, maar Piri, is dat staat verkeerd om. Ja, het is Hebreeuws. Dat gaat van rechts naar links. Bed is huis, Legem is brood. Dat is Zijn geboorteplaats. Hij is brood. Der mensheid. En daarmee God. Want God is brood. God geeft ons eten. Elke dag. Waar denk je dat het vandaan komt? Van die katholieken? Van die wereldorde mensen? Eén, twee in de maat. Anders wordt de juffrouw kwaad zegt toch op aan we hoer. Het is niet hoe het zit. En Christus heeft dit gedaan met een reden. En die reden is dat hij met zijn moment de ketenen losgooit voor de trooster. Laat die even op je inzinken. Dus het, het was een contract. Dus de de trooster die kon alleen komen nadat christus was gestorven aan het kruis dat moest snap je Beresheet bara Elohim et hashemayim ve et haaretz. Het staat er. Zoon God destructie hand kruis. En wat houdt dat in? Christus zijn antwoord was, mijn sterven brengt de trooster, de comforter. Kortom, het is nogal bijzonder. Ik had dit niet verwacht. Ik persoonlijk. Ik ben verbaasd van de wil van God. In die zin, meen je dat nou werkelijk? Hoe stom kon ik zijn? Ja, ja. En die dysfor dysforie, die ontevredenheid, die, die staat je niet. Ik, ik ben geboren. Ja, je, je kan zeggen dat ik mazzel heb gehad. Okidoki. Ik heb mijn eerste drie jaar doorgebracht bij mijn grootmoeder van mijn vaders kant. En mijn opa had een vijver. En ik mocht elke dag de deur uit. Ik ben ook nog in die vijver geflikkerd. Door het ijs gegaan. Dat was een rel, jongen. En op mijn derde, vierde. mocht ik verhuizen. En dan ging ik wonen bij mijn ouders. En die maakten elke dag ruzie. En mijn vader, die soopt toch al veel. Nou, dat werd een feest, jongen. Ja, je kan zeggen dat ik massal heb gehad. Shit. Serieus Ik heb altijd Heel erg genoten En foto's gemaakt Ja dat is leven Een vader die kwam op een dag kwam In de keuken binnen wandelen Had hij weer zo'n zuipbui En toen woonden we in Groningen Klootzak, Die kreeg alles voor elkaar. Hè? Die was sexy, jongen. Hij kon niet dansen. Ja, dat was het eigenlijk. Hij kon niet dansen. Beetje je, uh, houdt de rug. Ja, nou, maar opa was ook niet zo'n dans. Ja, want hij... Die... Ja, dansen is toch iets wat je moet leren. Ja, ik ben heel tevreden met mijn leven. Ik ben ook heel blij dat ik een mannetje ben. Je zal maar een wijfje zijn, man. Gadverdemme. Ja, mannen staan erom bekend dat ze het liefste alleen gelaten worden. En vrouwen, die, die willen de hele tijd communiceren. En dan gaan ze communiceren met smartphones. En zo. Maar dan gaan ze ook allemaal gekke dingen communiceren. En dan worden ze allemaal weer kakelbond van. En mannen hebben dat niet. Hè? Ik heb een ruzie gehad met mijn vriend. En hé uh, hey gozer, ik heb je e-mail gestuurd. U reageert niet en we ben je nou van homo? Ja, af en toe ben je boos, snap je. Ja, maar ik zit hier de hele tijd mijn e-mail te kijken, man. Ik zeg, ja, maar dat schiet niet op, hè? Ja, dan moet je me even bellen. Dan val ik helemaal plat als een drol, hè. Ja. Wat ga je me nou doen? Je wil helemaal niet gebeld worden. Er gaan allemaal tingeling en dan ben je hartstikke onrustig. Ja, een WhatsApp. Je kan door een smartphone. Nee, je gaat. Uh, ik ga met Wim uh, ga ik trouwen. Eindelijk heb ik mijn homohuwelijk voor mekaar. Hij wil nog niet. Maar... Er moet eerst een tapijt liggen in de woning. Anders komt hij niet binnen. Ja, dat wordt een huwelijk, jongen. Ga ik alvast op proosten op dat huwelijk tussen mij en Wim? Dan gaan we trouwen. Dat zou voor Dorie nog voor de wet kunnen ook, hè? Dat we officieel naar het gemeentehuis gaan. En dan gaan we trouwen. En kijken welk huis we dan krijgen. Wauw, ik heb altijd van die ongelooflijke cut-ideeën. Wat dit was er eentje. Dat is vol te houden. Dat is vol te houden. Ik bedenk nu nee, ook dat, dat dat dan ook is zoals ik het wil. En dat Wim zich alleen opereert binnen de door mij geschapen omstandigheden. En dat hij al die oude kutcomputers weggooit. En die stomme boeken van hem, daar maken we nog één foto van. En die, dat wordt een poster aan de muur. Dat allemaal stofnesjes. Ja, dat wordt een heel gedoe hoor, als Wim en ik gaan uh, trouwen. Ja, je moet het een beetje lollig zien hoe het allemaal zit. Er is iets, en dat gaat maar door. En die sexy idioterie. Met de titelkontje. Die, die, die mooie boeken van Gerard van het Reven. De Avonden. En. Jan Wolkers, Serpentina's, Petticoat. Eeuw. Het is, het, is het porno. Punt. En dat hebben wij gelezen. En ik weet nog dat ik in de klas. En dat was de middelbare school. En daar werd er gevraagd door de juffrouw. Wie is het met deze. Bagger niet eens? En ik stak mijn vinger op. Ik zei, ik. En dan werd ik ondervraagd. Ik zei, nou, dat vind ik niet te lezen. Punt. En vanuit mijn christelijk dogma, daar beriep ik mij op. Dit, dit soort dingen mag je van Christus niet zeggen. En ik ben christelijk. Want ik zat door mijn moeder bij de Pinkstergemeente. Ja, ik heb altijd geluk gehad. Snap je? Ik was goed geluk, man. <coughs> Op mijn twaalfde. Eindelijk wat te lezen. Ik zat alleen maar in die bagger te lezen van de Chameleon. Hahaha. Oh, 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 met Gerben Hellinga. Nee, die kwam later pas. Die, Ger die Gerben Hellinga. Eerst had je Gerben Sonderland. <laughs> Dat was van de chameleon. <laughs> ja, weet je, wat een puinhoop is de wereld. Artie Schopenhauer, die heeft zo mooi gezegd... Je hebt de bol... En je hebt de bol met schimmel. Dat... Ja, en de bol met vuur, ongetwijfeld. He. De zon... He. En de aarde is een bol met schimmel. Yep. Ook een hele mooie van uh, Kurt Vonnegut, die Amerikaanse schrijver. En die heeft geschreven die roman. Van dat bombardement in Dresden. Kijk, nu vertel ik je meer dan dat ik die titel opdruin. Maar hij heeft een mooie roman geschreven over dat wat er daadwerkelijk gebeurde in Dresden. En op zijn Duits zeg je Dresden. Kurt Vonnegut. Er zit een R te veel in. Je moet zeggen: 'Kut, vond ik het'. Toen ik begreep waar die klootzak had over had. 'Kut, vond ik het. Kut, vond ik het. Die R moet weg. Dood met die gozer. En zijn boeken niet. Allemaal verbranden. En vooral uh, minimaal, nou ja, in de loop der tijd kan die kut, vond ik het, wel zooi, wel weg. Maar. Ja. automatische, dramatische. Uh, wij zijn op weg naar nergens. Wij zijn op weg naar nergens. Ja, ik vind wel geinige muziek. Maar er moet wel een muziekje onder zitten, en niet alleen dat droge, oude hoor van kut, uh, vond ik als. En dat moet een keer gezegd worden. En wees blij dat ik het zeg. Het oordeel komt nog. Ik ben niet van uh, de club of zo. Ik ben geen Engels. <coughs> het is mij nooit verweten. Ik ben uh, op zijn hoogst gehaat. En ook dat vertrouw ik niet. Ja, ja, kijk, jij bent net als ik. Geloof me. Als je, als je dus ziet dat er is een wil en een theatervoorstelling. Dubbelzegging, hè? Ik geloof het helemaal niet. Dat soort dingen. Ja, dat is het dus. Dat komt allemaal door de klooszak van de god... En God is niet kut. Hé, hey, God is een klootzak. Het is een aanspraak. Het is een keuze. En jij als wijf, als jij verdrietig, woedig bent. Als kerels hebben we het ook hoor. Die breken ook helemaal tweeën. Wat heb je in die lullo's? stel ik je ontevreden. hoer. Ja. Ja, moet ik Hebreeuws gaan proot? Wat is dat nou? Wat is er nou ooit veranderd? Uh, wanneer stort er dan ergens in het Oude Testament... Oeh! Uh, de, 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 de Griekse heulen. En, uh, en de tranen. En die vloeden. En die vormden een rivier. Dat is Aziatisch-Babylonische heidense lulk ook. Het laatste wat ik nodig heb is een jankend wijf. Ja, laten we het daarover hebben: een ziekteverzuim. Onder vrouwen op de werkvloer is 50% hoger dan dat van de mannen. Eat this, movo! Dus wat doen jullie op de werkvloer? Je valt ons alleen maar lastig. Je wil bezig gehouden worden. Het moet wel een... Uien, ja, dat je ook dingen kan zeggen, snap je? En, en, en denk je ook als je denkt van oh, nou, ik vind toch bepaalde dingen, snap je? En dan vind ik het ook. Dat ik, boeie, boeie, boeie. En anders en dan melden we ons ziek. Ga toch weer? Met je stom oude hoer. Ik heb iedereen in de gaten, snap je Het is... Dus, uh, ja, ik heb altijd mazzels. Dus ik werk nou in de schoonmaakdienst van het officiële station van een heilige, hele grote werkgever. En daar zitten de allergrootste moloten achter een hek. En dan mag je niet zomaar naar binnen. Nee. En ik wel. Na, 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 na. na. Ja. En ik geniet elke dag. Ik vreet kaas, jongen. Echt kaasie, kaasie. Ik heb nou. Uh, <laughs> heb ik. <laughs> <laughs> ik lach me <maar> echt kapot. <laughs> ik heb een officieel verzoek doorgestuurd. Zodat ik officieel. Tijd krijg om tien minuten per dag gebarentaal te gaan leren aan Albert Einstein. En mijn plan is al helemaal klaar. De laatste schoonmaker waar die lui op zaten te wachten. Van ai, dat hadden ze niet verwacht. Ja. Ik vind het zo'n mooie uitspraak van die Braziliaan, die, die snoof cocaïne en wat maakt dat uit? Ik heb het ook gedaan. En speed vind ik ook lekker en paracetamol vind ik ook lekker. Het is allemaal zo'n gedoe. Dat vind ik. Het gaat mij meer om het menselijke contact. Als er dan een gezellige avond is en er is piet, ja, natuurlijk doe ik mee. Yeah. Je bent op een Malam en dan hebben ze saté met een of andere ongelooflijke pindasaus. En dan denk je, wat maakt het uit? Uit je erbij, ja, natuurlijk. Nee, alleen maar hebben we lekker eten. Altijd lekker doorvereten. Rustig blijven is het devies. Kijk, jij bent gewild. En vraag mij niet waarom. Is er iets wat ik voor jou kan doen? Zoals Blondie zong. Uh, call me, call me, call me, call me. Call me anytime, call me. Ah, je kent de rest wel Ja, natuurlijk. Ik kan dansen. Ik kan dansen in mijn hoofd. En dan gaat de rest, die, die, die klingelt mij. Ik ben de baas van mijn lichaam, dacht ik. vanaf nu. Toen ik het begreep. Dus in mijn lichaam wordt geen injectie naald gestoken. zonder dat ik dat wil. En ik zeg je nu al, liever niet. Dat zouden ze eigenlijk moeten introduceren: een, een register dat je kan zeggen. Ik wil niet ingespoten worden. Met X. En dan staat er een haakje open, een sterretje, nader in te vullen, haakje sluiten, de ruimte, en dan mag je zelf invullen, gewoon X. Ja, met niks niet. Geen hollennaald in mijn arm, nog in dat van mijn nageslacht. Ik wil dat niet. Ik ben vaccinatieloos. Tenzij ik onder omstandigheden. En daarvoor moet ik me melden met mijn BSN-nummer. Verplicht. En dan moet ik duidelijk aangeven dat ik het toch wil. En dan mag het wel. Maar de default is niets. Snap je? Dat is mijn vaccinatieregister. Dat doe ik gelijk. Ja, inderdaad. In mijn arm. Ja, je, gaat, je gaat het maar. We, weet je, ik bel, als ik weet dat je eraan komt, jongen, ik, ik bedoel, ik, als ik merk dat je daarmee bezig bent, dan adopteer ik een, 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 een Malinois. <laughs> neem ik een Malinois. <laughs> ik, niet zo'n stomme snap je? Zo'n trage hond, nee, een Malinois. Rotwaarders zijn zulke lieve dieren dat die... kijk, als ik een hond neem, serieus op dat moment hè? dat ik een hond neem. Dan ben ik bedreigd. En dan. Oh... Ja, de hond gaat er als eerste aan. Snap je? Zo denk ik over leven. En over mensen en dieren. En dat moet jij ook zo doen. Gewoon lekker rustig worden. Je moet... Je moet je Wim Kruidentuin ontmoeten. Onze landbouwer. Uit de achterhoek, die achterlijke lu. Die mens ben normaal. Daar is jouw huis. En nergens anders. En dan kan je overal wonen. Dan kan je ook wonen aan de periferiek van Parijs. Serieus. Als jij een lief wijfje hebt. en je hebt een patiënt. kom op, jongen. Simon Soir, hè. Ja. Dat een beetje Franseo's, Dat lul je wel, jongen. En van daaruit door. Het gaat over verdriet en woede. Je, je kan die wrijving omzetten. In handelen. Iedereen zit in Parijs. En die dorpen zijn leeg. In, in Italië. Daar kan je een huis kopen. Voor 1 euro. En dan wordt er verlangd dat je het opknapt. En dan is het van jou. En als je het niet hebt opgeknapt, dan vervalt het eigendom terug aan de staat. Als je het hebt opgeknapt, is het van jou. En je krijgt zoveel jaar om het op te knappen. Be a man. Het, het punt met die. Die strategie. om de mensen naar de steden te trekken. met uh, entertainment. Dan kan je naar school. en dan ga je dit. En naar de stad. Iedereen moet naar de stad. Hè? Dan, dan valt al het land valt vrij. En niet alles is jachtgebied. Er is heel veel land over. En dat ligt leeg. Ja. Wat doe je ermee? Nou die, die gozers daarboven, die, die zogenaamde wijsneuzen... met hun uh, evolutietheorie. Die, die krijgen een probleem met dat platteland. Kijk, als jij in een landgebied geen natuur vernietigt, eerder nog geeft aan natuur. Dus je, je bent een boer en je offert uh, wild land op. En dan mag iedereen doorheen wandelen. En in het midden ligt de boer, de rij. Dat kan je overal doen. Wat je daarvoor nodig hebt is rationaliteit. En dat kunnen wij goed. Daarmee bedoel ik de Hebreeërs die Latijn kunnen spreken. En op zijn Latijn zeg je dan. Dat kunnen wij goed. De mensen die dat verstaan. Wij kunnen dat goed. Als jij een gozer bent. Je kan zo vertrekken. ...maar wie neem je mee? Er is zo'n tv-programma... ...over boer zoekt vrouw. <laughs> ja, ja. En ik zeg je... ...jij als gozer... Uh, ...je moet het in je eentje kunnen... En dan, pas dan, mag er een vrouw in je leven komen. Anders hebben wij geen behoefte aan jouw nageslacht. Ja, het moet gezegd worden. Je moet het zelf kunnen doen. Je moet geen vrouw nodig hebben in jouw leven. Tenzij zij je helpt. Anders ben je een kleverige. Ja, ik wil geen uh, klevenaren uh, beledigen. Ja, een kleverig iemand. Mama! En dat is waardeloos. Ik zeg je: Frankrijk ligt open, Spanje ligt open. Het enige dat jij als man nodig hebt, is dat je s morgens vroeg, reten vroeg, op gaat staan. En buffelen. En met de lokale bus kijken waar je terechtkomt. Het maakt niet uit waar je terechtkomt. Maar jij als Hollandeling, dat hablas Espanol, dat heb je zo in de gaten. Hablas doe Espanol. Hablas doe Espanol. Ah, oh, je talking to me. Ah, kom op, dat heb je zo gedaan, man. En dan beur je de, de Espanolito's of een of andere currency. Dat maakt geen donderroot. En opbouwen, de eigen boel. En daarvoor een helper... die is voor huis. Het huis, dat komt dan wel. Huis, de, de, de huishouding. Dat kan ook een hotelkamer zijn. En het enige wat zij hoeft te doen, dat is dan het zorgen dat je uh, s'morgens vroeg al je vreten hebt. En een kamer koffie. En jij buffelen. En dan kom je s'avonds thuis. En dan, dan ruikt het lekker. En dan is alles ook lekker rustig. Zoals je het wilde. Ooit. En dan in slaap vallen. En dan s morgens vroeg word je wakker. Niet van de wekker. Nee, je wordt wakker van je wijf. Want die is bezig in de keuken. En dat hoor je. En daarvan word je wakker. En dan gaat het dan maar ruiken in het huis. Ik, nou, ze zegt: raak lekker. Nou, en nee, nee, dan ga ik er weer uit. Dan ga ik er weer uit. Nee. Oh, ik heb schok, 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 schok. En hup, ik keer de deur uit. Ergens in uh, Pristania. We, we maken me uit waar je dat doet. Broeien. Feeling hot, hot, hot. Snap Het is nooit anders geweest dan een kwestie van doorzetten. Ja, maar de omstandigheden momenteel vind ik net als uh, dat je een soldaat bent en je wordt naar Stalingrad gestuurd. De kans op overleven is zo goed als nul. Dat is helemaal niet zo. Er zijn levenden van teruggekomen. Je gaat mij niet wijsmaken dat er in Stalingrad niks te beleven was. Je, je bent toch met z'n allen? Eh? Nou, een beetje een groepsgeest erin. Met z'n allen. Kijk, als je met z'n allen bent, is de, de, de grootste kans is dat er iemand anders wordt doodgeschoten. Kijk, als jij in je eentje bent, dan word jij doodgeschoten. Maar als je met z'n allen bent. Eh? de kans dat je dan doodgeschoten wordt is een stuk kleiner. Dus als je naar Stalin gaat moet, is het wel lekker. Oh leuk, oh we gaan de z'n dus oh ja, wel leuk en uh, ja, nou geniet van het uitzicht en uh, ja, wel doek, doek, doek in de trein en uh, dan word je er afgeleverd en dan uh, ik. nou, dit is dus de rivier. En uh, daar ligt uh, Stalingrad. en uh, de bedoeling is dat we dan uh, in de nacht en uh, dan gaan er nieuwe mannen naartoe en uh, ja, bijna niemand komt terug. Maar het uh, is dus, uh, ja, goed luk. en uh, aan de overkant hoor je het plan. Oh. Met z'n allen, met z'n allen. Ja, natuurlijk. Dat doe je niet in je eentje, snap je. Dan ben je zo afgemaakt door die Russen. Een beetje overlevingsstrategie. De logica heeft nog nooit iemand misbewezen. Emiel Raterband is een... <laughs> Dat is een idool van mij. Ik moet die man niet in mijn huis. Tenzij op interview. En dat wil hij niet. En ik begrijp. Dat, dat is een. Ja, ik begrijp dat ik hem niet mag besmeuren. Dat, dat, hij is. Ja, hoe moet je dat zeggen? Hij heeft nu op internet gezet dat hij dan besloten heeft dat hij geen AOW wil. En dan denk ik. Uh, nou, waarom dat dan weer? Ik vind het eigenlijk wijfelijk gedrag, hoor. Maar hij wil geen AOW, want hij doet het helemaal zelf. Oh. Ik had die patiënten erbij gepakt. Ja, dat is mijn Hebreeuwse achtergrond. Dus ik had die patiënten erbij gepakt, man. Oude Joods. Ja, je gaat het altijd nog weggeven. Ja. Ik vind het echt een lullige actie van Emil Raterband. Ja, weg moeten geven. En ook echt geven. Dus langsgaan bij mensen en dan geld geven in het geheim. Ja? Maakt hij maar even tijd van. Dat hij zegt: Nou, ik heb zoveel aan AOW. En dan zoveel beur ik ervan voor mijn tijdsinspanning. En de rest van mijn AOW die ga ik ook daadwerkelijk weggeven in het geheim. In de buitenland Ja, dat vind ik dan. Voor de rest vind ik hem een ongelooflijk goede gozer. En dat hij heeft gekozen om dan nu een project te beginnen. dat hij uh, vrouwen kunstmatige dingen laat insemineren. en het zijn zijn kinderen. Ik ben sprakeloos. Ik ga zo dadelijk. een uitzending houden. Alleen maar ter ere van Emile Rapel. Want ik vind het een hele verademing. Eindelijk een kerel die serieus is. Oh. Het is zo lekker om in actie te komen. Dat geeft je zo'n goed gevoel. Ook stomme dingen doen. Ook dat... Geeft je een lekker gevoel. Als je iets stoms doet, dan zie je gelijk wie in jouw omgeving omvalt. Dan denk je, oké, okay, slap Janus, slap Janus, slap Janus. Wie blijft er nog staan? Oké, okay, die en die en die blijven nog staan. Ik heb iets stom gedaan. En die en die en die blijven nog staan. En die doen niet moeilijk. Oké, okay, dat zijn je vrienden. En de rest kan oprotten. Ja, wat is dat nou? Christus heeft gezegd. De mens die, uh, die ik uitnodig om naar mijn woord te luisteren en die te haastig is omdat hij geld moet verdienen, die mens heeft te weinig tijd. En dat is niet goed. Knopt het even in je oren. Hè? Nou. En Emiel Ratelband zegt. Tijd. Tijd. Wat maakt tijd nou uit? Handelen. Eet als een. Ik weet hoe hij werkt. Hè? Een vriend van mij. Die zat... Was een hele, dat is Patrick. Patrick zat op een klein fietsje. En Emiel Raterbond, die zag hem. En die zei... Hé, hey grozer. Jij rijdt op een veel te klein fietsje, man. Jij moet een veel grotere fiets hebben. Ja, zei Patrick. Daar ja, deed je gelijk in. Patrick is een grote grozer, hè? En, en dan zei hij zei... Nou, ik heb een klusje voor je. Die kan je ook ergens wonen. En, Heeft hij voor hem gewerkt? Ja, zo werkt uh, Emiel Raterband. Heel positief. Hij zet mensen aan het werk. En dat is goed. De oude pandjes opknappen, maken wat fatsoenlijks van... Een beetje ze, een, een beetje stukken, een beetje... Ja, dan moet je Patrick ergens insturen. Ja, die maakt helemaal spuiten. Ik heb zijn bouwwerken gezien. Ja, die kan wel wat maken. En dat ziet Emil Raterband dan. Dat vind ik kunstig. Als een man vol energie... Prijzen uh, zijn ziel. Ik kan me niet een uh, samenleving voorstellen zonder dat je zo'n malloot hebt als Emiel Ratelband. Die nog succesvol is ook. En dan heeft hij zo dadelijk ook nog twee kinderen van zijn eigen. Hoe krijgt hij gozer dat van elkaar? Ja, ja. Jij ja, verdriet en woede. Kijk, even naar terug naar de logica. Het is niet zo vreemd dat je twee begrippen hebt die eigenlijk hetzelfde begrip zijn. Ontevredenheid. En ontevredenheid siert niet. Wij zijn jouw mama niet. Elohim, wij is Elohim, God is je mama niet. Snap je? Ik heb vandaag op mijn werk heb ik een vrouw ontmoet, en die zei: Ik maak alles wat je wil, en ik heb een webwinkel. Ik ga met haar zaken doen. Tja. Een vrolijke boodschap uitbrengen. Hm. Heb ik misschien eindelijk een zakenpartner gevonden? Een B. Die tegen mij zei... Het maakt me niet uit wat je erop zit... Ik zorg dat die t-shirts en hoodies en huppeltje pups, dat komt allemaal voor mekaar. En jij mag zeggen wat erop staat. Dat noem ik een B. En dat hij mijn... Mijn overtuiging als mens, als uh, stel ik skeletten, als uh, zoveel duizend uh, dingen, duizend uh, moleculen, zullen we maar zeggen. Ik weeg zoveel kilo, dus dat kan je uitrekenen. Zoveel koolstof, zoveel stikstof, zoveel fosfor. De geheime Je ja, Dit is precies, zoveel koolstof moet je hebben en dan moet je zoveel fosfor hebben. En dat moet er sowieso in elkaar. Even een scannetje maken. Dan weet je precies wie ik ben, man. Het is gewoon die verzameling... Snap je? Ja, die er dus. zo. Ja, snap je? Ik ben helemaal niet. Ik ben een stelletje moleculen die tegen je lullen. Dat moet je begrijpen. En je moet begrijpen waarom ik verplicht ben. Om iets te zeggen. Dat blijdschap en dankbaarheid veroorzaakt. Dat moet ik, dat is mijn contract, zucht. Dus ik mag helemaal geen baba zeggen. Ik mag niet opstoken. Ik mag niet oprichten. Ik mag troosten. En dat is het. Dat is het vervolg. Waarin wij zitten al 2000 jaar. De mathematici zeggen dat de meeste zielen zo mislukt zijn dat ze gelijk Overnieuw geboren worden. Vandaar overbevolking. Dat zeggen de esoterici. Dat je dat weten. Dat is mooi, hè, de Brabants. Dat je dat weet. Dat is haags of zo. Hè. Dat je dat weet. En is ze Brabants, dan zeggen ze dag er weer. Heerlijke taal: zacht. En Brabans is gelijk dit. Dat, dat scheelt niet veel. Dat wonde op zo dooring. Dat limburgs ook. De ene geen ander. Een zachte tol. En dat, dat is nog steeds, snap je? Het is niet zo dat alle mensen verhard zijn. Er is een mooi liedje. Zo'n katholiek liedje. En dat luidt: Wat als God een van ons was? Uh, what if God was one of us, do, 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 just a stranger on the bus, uh, trying to make his way home? Maybe the Pope up there in Rome. Yeah. Is Catholic. Uh, what now? As we say it hat. Dat het echt zo was. Wat nou als alle mensen die op jouw pad gekomen zijn in jouw leven, dat die allemaal gewild waren door God. En dus God waren, dus zijn boodschap. En ook domedie en zus. Wat. Als jij dat snapt. Ik zeg je, als je het niet snapt, dan ben je A. En als je, als je het wel snapt, dan ben je niet A. A, niet A. Je bent A of je bent niet A. Anita, dat is ook een mooie naam. A, niet A. Stop met huilen. stom idioot. En laat het gaan. Jim, wat kun jij eraan doen? Hey. Gewoon luisteren naar goede muziek. De, de verjaardagseditie van mijn dochter die komt eraan. <laughs> Dan ga je janken, jongen. Doe. Uh, nee, ik mag, niet, nee, ik ga, mag niks verklappen. Er zit dus ook... Uh, Doe zit er ook... Ja, Duits, oké. Okay, er zit Duits in. Oké, okay, dat heb ik verklapt. Maar dan moet ik ook zeggen, er zit ook Fransen. Er komt er eentje bij, jongen. Ah, dat Frans. Ah, die Fransen. Ah. 13 keer 45 minuten. En iets langer, sommige. Dat, dat kan je hebben, een zweten jongen. En de bedoeling is: dat je blijft bewegen. Je mag ook gaan zitten. En dan blijf je bewegen. Dan ga je van Bill op bil. Ik kan me voorstellen dat je uitgeput raakt. En dan even zitten. Je mag ook op de grond gaan zitten. En nog steeds blijven dansen, blijven dansen, blijven dansen. En geloof me maar, er komt een liedje. En dan kan je weer overrijden. En denk je, oké. Okay. Ik zeg maar wat dan. Ik heb mijn leven lang gedanst. En ik heb die DJ's bestudeerd. En ik dacht, hoe krijgen die gozers dat van elkaar? En ja, er zit ook jazz in. En ja, het merendeel is rock jazz. Het is een verbeterde vorm. Dat is jazz. Dat is de rock jazz. En dan jazz, man. Met die jazz ga je. Die pezen heb je ook, hè. Ah, maar dat, is een, dat doet zo'n siest zo pijn. Hè. Ah, dat moet ik, Dat kan niet. Even, dat kan niet even, dat kan. En je lichaam holt erachteraan. Hè. Als je maar goed naar die muziek klaar zult, hè. Dus De bedoeling is bij dansen dat die oren open gaan. En dat al die viesjes en vefjes. Ik heb alles voorbereid, snap je. Ook qua beats, snap je? En ook Afrikaanse muziek, snap Ze Dat is een multiculti, snap Van alles wat. En dan 13 stuks, 45 minuten. En dan mooi opgepompt. En ik heb geleerd van, hoe uh, heet die gozer? Dat is die Amerikaan. En die was dus perfect in zijn mix. Omdat hij mixte voor hele goedkope speakers. En die mixers, dat werkt nog steeds. En die mixers zijn het. Het is zijn techniek. <laughs> Ik ben een Jood. Ja, qua gedachten. Het enige volk waarvan ik denk: van oké, okay, ik ben voor jullie mag het alsjeblieft. Ik heb ja, mama en zo. Halfjood. Ja, maar is Sabbat het is allemaal goed. Jesaja is allemaal goed. De hele oude boek kennen we door. Ja, ik, ik ben dus ook de van ja, dingers. Maar voor de rest ben ik jood. Ik ben een geonaccepteerde jood. Want ik ben een christen. Ja, oké. Okay. Dat kan zo zijn. Maak mij verder geen ruzie of zo. Dan blijf met je tengels van onze joden af. Dat vind ik. Ik ben rabiaat in de uitspraken. Dat zijn onze Joden. Ik ben blij dat ik mee mag doen. Ja. Nou, uh, <tossimus> over verdriet en woede. Ja. Ik ben nog niet toegekomen aan het feit dat uh, kunnen, mogen en moeten... dat dat een voorbeeld is van drie in één. Dus uh, verdriet en woede is twee in één kunnen, mogen en moeten is 3 in 1. je hebt het allebei. Je hebt 2 in 1 en je hebt 3 in 1. Dus kunnen, mogen en moeten, dat is ook één. En verdiet en woede ook. Astuwel en dank u wel.